Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering hebben we maar een hele korte aflevering. We gaan even kijken wat er is gebeurd bij de kwalificatiewedstrijden voor de Eredivisie en natuurlijk de play-offs voor het Europese ticket. Laten we maar meteen gaan kijken. Dit waren de uitslagen, de Eredivisie play-offs. Feyenoord won met 2-0 van Sparta in de Rotterdamse derby en FC Utrecht won met 1-0 van FC Groningen. In de nacompetitie won NEC overtuigend met 3-0 van Roda JC en FC Emmen NAC werd 1-1 en de penalties werden gewonnen door NAC. Emmen was wel veel beter die wedstrijd. Dit was de top 8 van op dit moment. Luc die is natuurlijk al de winnaar, maar hij staat dus bovenaan met 298 punten. Dan komt Mikey met 279 punten. Dilano staat derde met 276 punten. Dan komt Nak met 265 punten. Jarno staat vijfde met 261 punten. Dan komt Jesper met 256 punten. Massimo staat zevende met 250 punten. En ik sta achtste met 245 punten. De volledige stand is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. En we hebben een weekwinnaar die voor het eerst weekwinnaar is. Hij staat ook ergens halverwege. Volgens mij is hij ook later ingestapt of heeft tijd. Niet meegedaan, maar hij is wel de weekwinnaar. Ivan had namelijk de meeste punten deze ronde. Dan zijn dit de laatste twee wedstrijden die we gaan voorspellen van de Eredivisie voorspellen van dit seizoen. Er komt natuurlijk nog één aflevering met uitslagen en tabellen van competities en zo, maar in ieder geval wil ik jullie dit laten zien. Dit zijn de laatste twee wedstrijden die we gaan voorspellen. Dat is Feyenoord tegen FC Utrecht en NAC Breda tegen NEC. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en ik zie jullie heel graag bij de allerlaatste aflevering. Ik denk zondag of maandag. Adios, amigos.